Hallo, ik ben Alex en vandaag laat ik je zien hoe eenvoudig het is om een Grohe Quickfix wastafelkraan met push-open afvoerset te installeren. Als voorbeeld gebruiken wij hier de Grohe Start. Het klinkt ingewikkeld, maar dat is het niet. En trouwens, deze installatie geldt ook voor veel andere modellen met een push-open afvoerset, zelfs als jouw model er heel anders uitziet. En nog één ding, sluit voor de installatie het water af. Eerst kijken we wat er in de doos zit. Neem ook eens een kijkje in de bijgesloten installatiehandleiding. Door het scannen van de QR-code vind je belangrijke aanvullende informatie en de installatievideo. De meegeleverde 3-in-1 Quick Tool en een kleine kruiskopschroevendraaier is alles wat je nodig hebt. Laten we beginnen. Schuif eerst deze zwarte afdichting over de slangen heen, zodat er later geen water tussen de kraan en wastafel kan komen. Let hierbij op de juiste uitlijning. De niet-platte kant van de zwarte afdichting moet naar beneden wijzen, omdat dit later de kraan in het gat van de wastafel vastzet en daardoor het kraangat bedekt. Plaats het voorzichtig in het gat en je bent klaar. Bereid nu de tegenschroef voor. Er zitten kleine lipjes in de rubberen houder die voorkomen dat de metalen halve maan weer naar beneden valt zolang de bevestigingsmoer nog niet op de bout is vastgedraaid. Schuif vervolgens het geheel onder de wastafel over de bevestigingsbout met de rubberen houder naar boven gericht. Draai het vervolgens met de hand aan en draai het daarna vast met de Quick Tool totdat de kraan niet meer op de wastafel draait. Maar let op, hij kan loskomen als je hem te ver aandraait. Vervolgens gaan we verder met de flexibele verbindingsslangen. Deze hebben een geïntegreerde afdichting en kunnen gemakkelijk rechtstreeks op de hoekstopkranen worden aangesloten. De rechterslang is altijd voor koud water en wordt ook aangesloten op de rechterhoekstopkraan. De linkerslang is voor warm water en gaat naar de linkerhoekstopkraan. Plaats de schroefverbinding op de kop van de hoekstopkraan en draai hem met de hand vast. Draai hem vervolgens met de Quick Tool aan tot de verbinding vastzit. Zorg ervoor dat de slangen niet geknikt of gedraaid raken. Houd hiervoor de slangen met de hand of geschikt gereedschap vast. Super! Stroomt het water al? Nog niet! Voordat je jouw nieuwe kraan kunt gebruiken, moet je eerst de waterafvoer installeren. Schroef hiervoor eerst de afvoer los. De schuimrubberen afdichting blijft op de afvoerbuis zitten. Steek deze nu eenvoudig door het afvoergat van de wastafel. Plaats vervolgens de zwarte afdichting en de witte schuifring op het onderste deel van de afvoer. Schroef deze aan tot de bodem van de buis. Nu hoef je alleen nog maar de sifon te installeren en dan de nieuwe kraan te testen. Open hiervoor langzaam de hoekstopkranen en controleer of alles goed vastzit. Een kleine tip. Draai eerst de hoekstopkranen helemaal naar links en dan weer een halve of kwartslag terug. De hoekstopkranen zullen dan in de toekomst makkelijker te bedienen zijn. Laat tenslotte wat water in de gesloten wastafel lopen om te controleren of alles goed dicht zit. Het is ons gelukt! Dat was snel en makkelijk, toch?